Pomphouders en consumenten zijn vandaag onaangenaam verrast met een behoorlijke verhoging van de benzineprijs. Bij Sol en Roy Boudou Enterprises moeten nu 6 SAD en 34 cent neergeteld worden voor een liter benzine. Dat is een verhoging van 31 cent. Bij GoTo kost een liter benzine 6 SRD en 11 cent. Daar gaat het om een verhoging van 18 cent. Sirojini Yankee, voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, is ontstemd over de maatregel waarbij niet vooraf wordt aangegeven dat de benzineprijs wordt aangepast. Volgens Yankee heeft de bond geen inbreng bij de prijsaanpassingen. Daarnaast hebben pomphouders niet voldoende tijd om maatregelen te treffen om de orde bij de pompen te handhaven.